De laatste melding voor vandaag. Want zo blijf je bezig. We gaan nu naar een persoon niet aanspreekbaar voor denk ik een reanimatie. Alle mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSP Luval en more. En vandaag gaan we pad met de Rapid Responder. Dit is Wim. Wim zit ook bij de ambulance. Wim kan gewoon alles, joh. Deze twee ambulances zijn natuurlijk van Beunhaas. Shout-out naar Beunhaas. En deze is van ministerie van Mots. Shout-out naar ministerie van Mots. We hebben meteen de eerste melding al via de pieper ontvangen bij de inmelden. Die heb ik nog niet... die is nog niet in beeld gekomen terwijl hij niet is begonnen met de opnames. Voertuigcontrole hebben we wel gedaan. Het is een A1. Iemand is... heeft toch wel een flinke wond aan zijn borstkast. De ambulance is ook mee onderweg, de gewone ambulance. En wij zijn gevraagd de assistentie. Ja, de rapid responder voor de mensen die echt denken van what the fuck is dat. Dat is een ambulance, zoals je ook al op het raam ziet achter. Alleen deze kan alles hetzelfde als een gewone ambulance, het busje dus. En hij kan niet vervoeren. En er zit maar één persoon op en dat is een ambulanceverpleegkundige. Dus de ambulanceverpleegkundige die normaal op het busje zit samen met de chauffeur, die kan ook worden opgeleid om solo te rijden. Het wordt ook wel een solo wagen of een solist genoemd. Die kan dan alleen rijden om snel te plaatsen te kunnen zijn, om snel de eerste hulp op te starten. En mocht er dan... Godverdomme man. Mocht er dan een ambulance nodig zijn, een gewoon busje moet ik zeggen, nodig zijn, dan kan die nog worden opgeroepen. Maar het vaak ook de meldingjes waar... ja, reed toch de rood als wij groen hebben, hè? De meldingen waar geen vervoer nodig is en dat kan worden opgelost ter plaatse. Maar ook gewoon de reanimaties die al kunnen worden opgestart door de rapid responder, omdat die gewoon makkelijker door het verkeer gaat. En ter plaatse zitten zien. Collega's denken, laat die rapid responder maar eerst gaan. Nou, hallo, oranje. Dat is groen. Dat is dit oranje. Ja. Pakken de spoedtas, de life pack. We pakken alles gewoon wat we maar... Oké. Nou, twee spullen hebben. Dan gaan we onze patiënt benaderen. Nou ja, via H, patiënt benaderen. Waarom heeft dat zo lang geduurd trouwens toen ik met de rapid responder speel? Dat is omdat ik echt hele lange tijd gewoon tot de mod niet werkte. Even kijken, we hebben een hartslag van 71. RR is in Nederland bloeddruk, maar dat is hier ademhaling. Saturatie is 92%, dat is een beetje aan de lage kant. Hij heeft geloof ik ook geen arm meer. Dat kan komen door die borstwond, want dat is een chest trauma. Dus we gaan hem in ieder geval wat zuurstof geven, omdat hij misschien pijn doet bij ademhalen, dat hij dat niet goed doet. Bloeddruk is verder goed. En we gaan hem overdragen aan de ambulance. Ambulanceverpleegkundige stapt al uit. Die komt naar de overdracht luisteren. Hoop ik. Nee, dus hij stapt erin. Meneer, wat zuurstof gegeven, ik loop even met hem mee, hij staat opeens recht. Nou, eigenlijk hoort hij nu op de brancard te liggen. En hij zit achterin denk ik. Ja, hij zit achterin. Goed. Dus voor ons einde inzet en dan meld ik hem af. Zet de spullen weer terug. Nu de kofferbak dicht, die gaat alleen automatisch dicht. Nou, top. Deurtje dicht, ja. Oké. Goed, gaan we terug naar de post. Nou, deze mod is de IMS mod, maar als je de nieuwste versie downloadt, dan doet hij het sowieso niet.
Dus ik heb lang eraan gezeten, ja wat ik al zei, ik heb zeker een paar maanden niet kunnen spelen met de IMS mod. Terwijl ik die wel heel leuk vind, omdat je de vitale waarden, dus de bloeddruk, de pols, noem maar op, allemaal kunt zien. Maar de nieuwe versie zou blijkbaar ook zijn dat je gewoon de hele voorgeschiedenis van de patiënt kan zien. Kunt zien welke medicatie de patiënt gebruikt. Maar ja, wat ik, als ik hem dan erin sleep, dan gebeurt er niks. En iedereen in de reacties zegt dat, als ik hem erin sleep, gebeurt er niks. En dat komt waarschijnlijk omdat hij een verkeerde Rage Native UI heeft gebruikt of zoiets. En hij heeft dus de oude Rage Native UI gebruikt en de nieuwe heeft iedereen inmiddels. Dus ja, dat heeft gewoon geen zin om daarmee te spelen. Voor een A1 melding. A1 op de Buccaneer Way. Terminal. Misschien een misschien op het vliegveld. Als we een melding inlezen zien we over een voertuigongeval. Dus daar gaan we met twee eenheden op af. Misschien ook de politie of de command. Ik weet niet waar het is. Dat zijn de collega's die net de patiënt hebben afgeleverd, dus die gaan niet mee. Ik pak hem even tevig gesteld, als het verkeer wel stil gaat staan. Ja, keurig. Misschien in de haven, daar, dus, daar kunnen nog wel eens flinke ongevallen gebeuren. De volgende rapid responder video zal ik trouwens met de ambulance en motor gaan. Lijken jullie dat wat? Of zeggen jullie nee, niet doen? Als jullie dat wat lijkt, dan ga ik dat in werking zetten. Door is politie en ambu te plaatsen. Ik zet hem even zo neer voor de wegafzetting. Goedendag meneer, kan je helpen? Ik denk het niet. Ik ben meneer zijn die weer aangereden. Lekker Audi. Nou, meneer staat al recht. Ik ga hem toch even vragen om te gaan zitten. Dan kan ik hem even goed beoordelen. Vooral dat hij duizelig wordt. Ik ga eens kijken samen met mijn collega, hoop ik toch. Want die staan er allemaal maar bij alsof er niks is. Even kijken. Oké. Ja, nee, ik zie niks raars, je kunt hem meenemen collega. En wij gaan meteen door naar een persoon neergeschoten. Politie en ambulance is onderweg en zo meteen zul je wel zien dat de ambulance meteen ter plaatse is. Ook weer een A1. Dus ja, eigenlijk kun je natuurlijk in de melding niet zien dat hij is neergeschoten. Dus we moeten zeggen, we zijn gekoppeld aan A1 en dan gaan we nu inlezen en dan zien we nu dat er een persoon is neergeschoten. Jij lijkt dat hij wel open gaat. Ja, goed zo.
tanks wat ruimte maken. Mooie ruimte gemaakt, ook hier weer. Meestal maakt het GTA verkeer ook wel mooie ruimte, maar je hebt van die gevallen dat ze hem gewoon voor je pleuren. We zijn er bijna zitten zien, is de politie wel gewoon te plaatsen. Ja. Goedendag collega, wat hebben we hier? Hopelijk is het veilig. Ik heb eigenlijk geen bericht gekregen dat het veilig is, maar goed, iedereen staat hier al. Ja, ik denk een beetje dat het zo'n Amerikaans gebeuren is, dat een beetje zoals België en Duitsland ook heeft. Ik weet niet hoe, precies hoe het in Amerika zit, maar we zijn nu de medic en ik denk dat dit gewoon is alsof wij de noodarts zijn of de mug, zeg maar, een beetje die dan te plaats moet komen bij wat grotere meldingen en dan eigenlijk alle belangrijke handelingen uitvoert. Ja, hij is toch wel zwaar gewond, dat kun je zien links aan de het leven, zeg maar. Hij heeft nog maar 29%, zullen we maar even zeggen. Dus dat is niet goed. De bloeddruk is nou wel goed, ademhaling is goed, alles is verder saturatie is laag. Dus je moet hem zuurstof gaan geven en dan kun je hem meenemen en hij loopt alweer. En dan gaan we nu naar een A2 melding. Iemand is misselijk en braakt veel. Zo, je ziet dat we echt 8 km verderop is, ja, zie je. Maar we kunnen snelweg pakken, dus dan zijn we redelijk snel. Maar goed, A2 hoort er ook bij, dus die ga ik zeker gewoon pakken. Maar de ambulance is er al. Dus we gaan even zien waarom wij dan nodig zijn. A2 meldingen zul je... Ja, nogmaals, je kunt natuurlijk wel zien tot de rapid responder eerst gaat en dan een ambulance voor vervoer. Maar je zult bijna nooit zien tot een rapid responder nog later komt bij een A2 melding. Maar ja, deze mod die spant gewoon de auto's, de ambulance, zeg maar, in 100 meter van het incident. En als wij een kilometer of 5, zoiets als zoals nu, moeten rijden, en dan kunnen wij nooit eerder zijn dan de ambulance die vanaf 100 meter vertrekt.
We gaan eens kijken wat we hier gaan aantreffen. We houden de handschoenen. Hebben we handschoenen aan zoals altijd. Maar we moesten rekening houden met infectie gebeuren. Dus of ja, in ieder geval de bacteriën die over zou kunnen slaan. Dus dat gaan we uiteraard ook doen. Die ambulance is wel met A1 gekomen blijkbaar. Ja, temperatuur is verhoogd. Kan goed met een infectie natuurlijk. Saturatie is ook hier wel laag. Dat is het zuurstofgehalte in het bloed. Percentage 100% is het hoogste. Maar onder de 94 wordt bij normale patiënten niet echt geaccepteerd. Dus dat is wel weer laag. Dus ik weet niet of die bekend is met iets als maar CPD nummer op. Dan ja, moet je natuurlijk, kun je daar niet zoveel aan doen. Dan wordt het misschien geaccepteerd. Maar als hij dat niet heeft, dan moeten ze uiteraard wat zuurstof gaan geven. Dan gaat hij naar het ziekenhuis nu, krijgt hij waarschijnlijk een antibiotica kuur en dan ja. Ja, we gaan een laatste melding voor vandaag. Want zo blijf je bezig. We gaan nu naar een persoon niet aanspreekbaar voor denk ik reanimatie. We zijn eerste eenheid of tweede eenheid gekoppeld en waarschijnlijk de laatste ter plaatse. Maar dan kan de ambulance al opstarten. Rea en wij rijden dan gewoon mee. Leuk is, je mag je zo hard rijden als je wilt. Of als ik kan, moet ik zeggen, want die ambu gaat niet heel hard. En het is een 130, want het is een snelweg en we houden gewoon even de Nederlandse regels aan. Dus 40 km boven de toegestaande snelheid is 170. Alleen in GTA is dat gewoon niet veilig en niet te doen. Zie je, oeh, daar heb ik geluk. Ambulance is ter plaatse, ik hoor ze graag in Sittrap. Situatierapport is dat. Over de toestand van het slachtoffer, wat er ja, toch wel is gebeurd en of er een reanimatie is of niet. Nou, we haalden daar bijna 170 wel. Niet snelheid eruit, want we zijn op kruispunten met rood licht. Linkerbaan is vrij. En gassen. Officieel moet je helemaal terug naar 20 km per uur. Stapvoets. Maar ja, dat is nogmaals, in GTA zijn die snelheden gewoon onlogisch. Misschien ook wel logisch, maar je ziet wel overal de realistic handlings en realistic handling en top speed. Dus er zal niet voor niks zijn dat mensen die maken, want het is gewoon, ja, het is gewoon kut soms. Maar nadeel is een beetje als je optrekt, nee, als je de topsnelheid op daadwerkelijk bijvoorbeeld deze Touran kan 200 of zo, als je de topsnelheid daarop zet. Dan, of nou, we moeten zeggen, stel je pakt een Audi RS6 en die kan 320. Nou, de topsnelheid in GTA is misschien maar 100 of 200. Maar wat je krijgt als je de topsnelheid daadwerkelijk op 320 zet, dan krijg je dat de auto veel te snel optrekt om meteen bij die 320 te komen. Dus je kunt hem beter gewoon veel te snel laten optrekken. Om hem dan maar meteen bij die 170 te zetten of bij die 200. Maar je kunt, ja, dat is gewoon niet te doen als je hem op de daadwerkelijke topsnelheid zet. Want dan trekt hij dus ook gewoon snel op. Die informatie hebben we van Sys Games. Want we waren natuurlijk bezig met onze Audi. Te vroegen van waarom kun je niet gewoon echt op topsnelheid 250 zetten. Want hij ging maar 150 of zo. Toen zei hij, nou dat heb ik gedaan, maar dan trekt hij gewoon mokken snel op. Dus ja, bedankt Sys Games daarvoor. Voor de info dan. Ah, kut. Oké, we waren hartstikke dood geweest waarschijnlijk, maar ik wilde iets te soepel of te mooi indraaien. Ja.
ja, jullie hebben natuurlijk alles al, hè? De lifepack, spoedtas, Lucas, noem maar op, beademingstas. We gaan uit van reanimatie. Ja, het is niet altijd een reanimatie hoor, een persoon die niet aanspreekbaar is, maar ja. Luisteren. Ja, reanimatie starten. Oké, je mag gaan beademen, collega. Je had het allemaal al moeten doen. Oké, we gaan opnieuw beoordelen. Als we hebben beoordeeld, dan saturatie daalt. Geloof ik, heb net de saturatie niet gezien. We gaan nog steeds even door met de reanimatie. Beoordelen. Vitale waardes bekijken. Kijken of we al iets hebben. We hebben geschokt, we hebben medicatie gegeven, we hebben alles al gedaan. Mocht de hulp niet baten, dan stoppen we ermee. Saturatie lijkt wat te stijgen. Temperatuur blijft ook gewoon mooi. Dat is niet echt een temperatuur voor iemand die doodgaat. Die zal natuurlijk snel afkoelen. Nou, hij is overleden. Stoppen ermee. Goed, ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Nu vragen jullie misschien af van waarom heb je nou een volledig blauw tenue aan? Dat is helemaal niet ambulance. Jawel, ambulance kan ook met volledig blauw. Dus blauw t-shirt, blauwe broek. Maar ze kunnen natuurlijk ook gewoon met deze. Maar nu ziet dit er zo raar uit, joh. Zie je dan? Ik moet die bovenste kleur blauw. Kijk, de broek blauw klopt, zeg maar de bovenste kleur blauw nog niet. Denk ik. Dus die moet ik even aanpassen. Maar dit is natuurlijk het ambutenu hoe jullie kennen. Nog lange mouwen. Maar dit kan ook gewoon. En wat ik dan zelf wilde is... Nou, die zit natuurlijk weer in zijn ambu. Wat ik dan zelf wel eens zou willen bij het EEP menu, zodat Wim het kan, is... even kijken nou. Die tas moet sowieso even weg. Dit blauw en dan zo'n hesje met ambulance, dat vind ik sowieso echt super tof. Maar ja, ook deze kunnen gewoon ook met een hesje en dit, maar ze kunnen ook gewoon zonder hesje en dan zo. Dus het kan allemaal en we doen het gewoon allemaal een keer. Maar Wim kan nu bij de ambulance, dus daar wil ik wel gebruik van maken. Kim niet. Dus in ieder geval, ik zie jullie over 2 dagen bij een nieuwe video en dat zal zijn, ik heb, dan sla je me dood, ik weet het niet. Tot dan.